Goedemiddag, het is Dirk Klein hier van History of Sorts. Vandaag praat ik met Joosje Asser. Joosje Asser is de dochter van Eli Asser, wel bekend in Nederland van programma's zoals Het Schaap met vijf poten, wat ik pas later heb kunnen kijken omdat ik een stuk iets jonger ben, maar een schitterend programma. Dus, maar er zit meer achter dan alleen het schrijven en het tv-werk. Dus, en daarom praat ik vandaag met Joosje. Dus, Joosje, als je even wil voorstellen wie je bent enzovoort. Ik ben dus Joosje Asser. Ik ben, zoals Dirk al zei, de oudste dochter van Eli Asser en Eefje Croiset. Ik ben zelf choreograaf en screenwriter, creative writer, hoe je wil zeggen. Vanuit de dans ben ik eigenlijk in de filmwereld gerold. En dat betekent ook veel schrijven. En ik ben zeker daar heel erg met het onderwerp van de Holocaust. Dat fascineert me. Dat heeft me ook erg bepaald, denk ik, wie ik ben. En het laatste wapenfeit van mij is dan ook dat ik heb gewerkt en ontwikkelaar ben van de serie, de televisieserie, de Joodse Raad, die binnenkort gedraaid gaat worden. Ja, en het mooie is daar dan ook meteen over begin, de Joodse Raad, want ik vond het een prachtig hoe jouw moeder dat zei, Eva Croiset, over dat. Ze noemde dat wel eens Joodse verraad in ieder geval. Maar ze zei dus ook, en dat vond ik een heel mooie gedachtegang. Ze maakte wel fouten, maar ze waren niet schuldig. En dat vind ik eigenlijk de perfecte beschrijving wat de Joodse raad voor stond. Ja. En ja, de Holocaust natuurlijk heeft een groot impact op jouw leven gehad. En natuurlijk op het leven van je ouders. En, ja, als je daar iets wil over vertellen, dan wil ik je daar de kans voor geven. Nou, laten we even kijken hoe dat zo laat ik mijn ouders even een beetje schetsen. Als mijn vader was een Joodse jongen uit de Jodenbuurt, zoals dat toen heette. Driehoog achter. Erg arm. In die tijd waren ze allemaal nogal arm. Dat is de crisistijd, dus dat is niet zo opvallend. Maar er waren veel mensen arm. Maar zijn moeder, daar hield hij erg veel van, zover ik weet. Heeft ontzettend haar best gedaan om het gezin toch goed te verzorgen. Hij kreeg, toen hij 8 was, een klein zusje. Daar was hij helemaal weg van. En daar zorgde hij voor. En mijn vader bleek een buitengewoon intelligent te zijn. Zeer taalgevoelig. En in die tijd was het niet gebruikelijk dat in die milieus waar hij uitkwam, de kinderen naar een hoger onderwijs gingen. Maar voor hem gold dat de onderwijzer. Dat was zo opvallend en er is toen besloten dat hij met een soort beurs naar het gymnasium ging. En zo ging hij als 11-jarige klein Joods jongetje die niets had en alles moest lopen, geen fiets ook, naar het Barlees-gymnasium. Zover mij het verhaal van mijn vader van voor de oorlog. Het parallel lopend met het verhaal van mijn moeder. Mijn moeder komt uit uit de toneelwereld. Haar vader was Heiman Croiset. Was al lang overleden. Ze heeft hem niet echt meegemaakt. Maar hij was een bekende toneelspeler, acteur, ook schrijver. Rebel en anarchist. Dat is echt dat communistisch-anarchistische Joodse milieu.
Waar mijn moeder dus in opgroeide. Maar zij groeide vooral bij haar grootouders op, hele liefhebbende opa en oma. Die haar opvingen, want haar moeder was pas 19 toen zij haar kreeg. En haar moeder heeft een hele tijd haar niet in huis gehad. Er was ook geen geld, nul. Maar wel bij haar grootouders en die hebben haar heel goed verzorgd. Ook mijn moeder was zeer literair. Viel ook op. Maar in die tijd waren het voor meisjes vooral belangrijk dat je met je handen kon werken. Dus zij moest tot haar grote verdriet naar de huishoudschool. Oké. Zo is het verhaal. Ja. Maar het bijzondere is dat zij zat bij het raam en de huishoudschool was en is nog steeds naast het gymnasium. En mijn vader, lopend naar het gymnasium, ziet daar een leuk, schijnt beeldschoon meisje. En zo zwaaiden ze elke keer naar elkaar. En dit is dus het verhaal van twee hele jonge kinderen die elkaar vanuit het raam al hadden gespot. Daarnaast waren mijn ouders voor de oorlog, toen ze jong waren, zionist. En in de Zionistenvereniging hebben ze elkaar ontmoet. En toen waren ze dus echt verliefd. En vanaf hun 14e waren ze eigenlijk met elkaar. En zodoende kennen zij elkaar voor de oorlog. En dus ook kennen zij elkaars familie. Dat is van belang voor de rest van het verhaal, want dat hadden zij dus wel als verbinding, terwijl wij als kinderen dus helemaal nooit een beeld hadden van onze roots. Hadden zij elkaar om nog te praten over hun ouders, over hun huizen, hun vrienden, die wij allemaal dus niet hebben gekend. Nou, so far so good was het. De spanning was natuurlijk in Nederland ook wel te voelbaar. En zeker voor de Joodse bevolking. Dat het niet de goede kant uit zou gaan. Een kleinigheid om maar aan te geven hoe dat is gegaan. Is dat mijn vader dus op school, op het Barleus, in... Dat is 38, hou me te goede, of 39 geweest. Ik geloof 39. Toen zat hij dus al op het gymnasium in de vierde of vijfde klas. En toen heeft hij samen met een vriendinnetje, niet zijn vriendinnetje, maar een Joods meisje, hebben ze toen Hitler voor zwijn uitgemaakt. Ik zeg maar wat, ik weet niet wat ze hebben gezegd. En... daarvoor was hij een jongen in de klas. Dus we hebben het van voor de oorlog. En hij heet Paul Scheers. En die jongen die was al erg geïnteresseerd in het nazi-intellectueel eigendom. En heeft toen de rector ingelicht. En de rector, meneer Van Pazen, dan hebben we het dus gewoon van... We zijn dus nog steeds voor de oorlog. Mirjam en Eli Asser moesten bij de rector komen. Mirjam werd van school verwijderd wegens belediging van de Führer. En mijn vader werd geschorst voor een week. Dus dan kan je dus eigenlijk al zien wat er aan zit te komen. Ja. En diezelfde Paul Scheers, die is later, dat vond ik ook zo pikant. En dan deze Paul Scheers, omdat ik deze verhalen ook goed is om deze naam te noemen. Want de oorlog brak nog niet uit of meneer Paul Scheers, sloot zich aan bij de Waffen-SS en moest onmiddellijk zich aansluiten bij de Einsatzgruppen. En het was het eindexamenjaar. En 41. En deze jonge Paul Scheers heeft gewoon gratis zijn einddiploma gekregen. Want dat was normaal de norm. Mijn vader heeft ook zijn eindexamen gedaan. Hij is cum laude geslaagd, maar heeft het echt zelf gehaald. Ja. Maar deze Paul Scheers kreeg het cadeau. Nou ja, hij heeft het niet zo lang van mogen genieten, want hij is aan het Oostfront omgekomen.
Maar ik zeg maar hoe de parallellen lopen. En dan ben ik in 41 aangeland. Maar jij wilde wat vragen. Ja, nee, het is zo typisch dat je dat nu vertelt, zo dat het al voor de oorlog dat soort gedachtegang al liep in Nederland. En ik denk dat we vaak als Nederlanders doen we elkaar vaak voor als oh, wij waren zo goed en wij waren de betere mensen. Maar hoe meer ik dit doe, met verhalen over de Holocaust, hoe meer ik daarachter kom, zo netjes waren wij niet. Ja, want dit is voor de oorlog, waarom dat is voor de oorlog. Ja, precies. Ja, om kinderen van school sturen wegens belediging van meneer Hitler. Ja. En dat een ander kind dus ze verraadt. En dat is dus duidelijk een partijkeuze. Dat is dus kiezen en dat is toch wel heel kwalijk. En mijn vader heeft dat enorm als een inbreuk ervaren. Maar ook als dat was wel een waarschuwing. Want hij wist hoe ver het ging. Hij wist hoe ver het zou gaan. En mijn moeder wist dat al helemaal. Want mijn moeder, doordat zij in dat communistische, anarchistische kunstenaarsmilieu opgroeide, kwamen er in 1933 al bij mijn oma, die schildersmodel was. Die ging echt heel veel met kunstenaars om. En daar kwamen dus al de gevluchtelingen uit kampen, vooral de communisten. En mijn moeder heeft toen ze 11 jaar was, al die verschrikkelijke verhalen die niet geschikt waren voor haar oren. Maar waar ze natuurlijk, zeg ik altijd maar, dat ze zat onder de tafel om die verhalen te horen. Maar die wist dus al toen ze heel klein was, de meest vreselijke martelingen heeft zij vernomen. Ja. Dus die waren allebei, mijn ouders waren op hun hoede. En waren gewaarschuwd toen ze wisten hoe ver het zou kunnen gaan. Ja, en zover is het. Mensen mochten het niet, ja. En het is ook heel ver gegaan, helaas. Maar door het wegkijken. Ja. En door het ook meedoen eraan, maar vooral wegkijken en ook meelopen uit eigen belang. Is het zo ver gekomen. En ik denk dat Nederland behoorlijk nog steeds erg hypocritisch daarin. Ja. Ja, en ik denk, daar geef je ook totaal gelijk in. Maar er is een scène in het film, de bankier van de verzet heet het volgens mij, en er is een scène in die film waar er zijn twee treinen, en de treinen met passagiers zijn gestopt op een gegeven moment, halverwege, en er komt een andere trein bij langs, en die gaat dus duidelijk naar een kamp toe. En dat stuk wat je zegt, dat ik gewoon het niet kijken, je ziet dus ook mensen echt wegkijken in dat stukje film. Dat vertelde mij ook wel genoeg. En luister, dat was het, hoe de Nederlanders erover dachten. Gewoon even wegkijken. En als je wegkijkt, doe je dus niks. Als je niks doet, dan help je mee. Ja, het blijft in stand. Omdat als mensen niet ingrijpen, dan... het is wel natuurlijk makkelijk gezegd. Hè? We kunnen nu makkelijk zeggen van... Ik denk altijd van, ja, er zijn altijd keuzes. Er zijn ook dilemma's. En het is natuurlijk nog wel makkelijk gezegd mensen hebben gezinnen, mensen hebben ouders. En dat geldt ook voor mijn ouders. Dus je wil niet iemand in gevaar brengen. Jezelf is nog tot daar aan toe. Maar je wil niet iemand anders in gevaar brengen. En je hebt verantwoordelijkheden. Dus ik, dat begrijp ik heel goed hoor. Maar ja, ik denk wel... dat er ook heel veel keuzes zijn gemaakt, veel te lang, die mensen erg gedupeerd hebben. En erg gemakkelijk ook kaartenbakken leeg hebben laten halen en dergelijke. Dat is ongelooflijk. Ja, precies. Ja, Nederlanders waren erg goed in kaartenbakken. Ja, maar dat klopt. Daar waren de Duitsers ook heel erg blij mee. Want hun hebben hun eigen administratie op dat... systeem en deze systemen ook op gebaseerd. En in plaats van dat hebben vernietigd, hebben ze alleen nog maar meer aan meegewerkt. Je hebt gelijk. Kijk, het is voor ons nu, vooral voor iemand zoals mij, gemakkelijk om het nu te oordelen.
Ja. Maar ik zou zelf ook niet weten wat ik gedaan had als ik in die tijd geleefd had. Die vraag kan ik dus nooit beantwoorden. Ik hoop dat ik het goede gedaan zou hebben, maar ik weet het niet. Ja. Maar sta je de kans dat je misschien niet... Mezelf met... ook, hoe groot held ben je eigenlijk wel niet? Ik ben heel erg bang. Dus dat ik bang ook nu als het nu weer oorlog is. Want dan denk ik, het is weer, lijkt wel weer aardig op hetzelfde. We leren ook niet. We leren niet van het verleden. Dat is zo wel. Ja, dat is duidelijk. Maar dat is het. Niemand geschiedenis. Dat zou het perfect systeem moeten zijn om lessen te leren. Maar daar wordt niet naar gekeken. En ook tegenwoordig op school wordt vaak gepraat over geschiedenis weghalen als een vak. Ja, ik denk, jongens, dan, waar ben je mee bezig? Even terugkomen op hun leven dan in de jaren 40 van je ouders. We weten allemaal wat dat inhield in Nederland en de rest van Europa. En hoe moeilijk dat is geweest voor hun. Ze hebben het overleefd, maar die angst wat ze moeten hebben gehad in die hele tijd. En dan kijk, wat ook erg is geweest... het is erg en erg en erg, hè? Dus dat is overtreffende trap. Maar wat heeft het betekend? Het heeft betekend dat voor mijn ouders beide, ze waren verliefd. Dat geeft een enorme kracht en ze waren 17 jaar toen de oorlog uitbrak. Ja. Dus je 17 bent, dan vind je jezelf heel groot en wijs. En ben je al verliefd, dan ben je helemaal ijzersterk. Dan ben je geen kind, vind je. Ja. Ze hadden geen verantwoordelijkheden in de zin dat ze hadden geen kinderen. Maar mijn vader voelde zich wel heel erg verantwoordelijk voor zijn ouders. En met name ook voor zijn kleine zusje. Mijn vader heeft daar altijd zo'n schuldgevoel over gehad dat hij zijn kleine zusje niet heeft kunnen redden. Dat was echt een heel erg groot verdriet. Dat zusje heeft ook gezegd van ik wil onderduiken. En alsnog een ouders wilden niet onderduiken om de reden dat ze andere mensen niet wilden belasten. Drama achteraf is dat mijn vader een vriendje had op school. En hij heette Theo Henraar. Hij had een vriendje wat op school zat en die kwam hij tegen. Toen was het al oorlog. Die deed beta, mijn vader deed alfa. Dan die jongen die zegt tegen mijn vader, heel omvloerst op straat, Eli, ik kan je helpen. Zoiets, hè? Ja, ik kan jullie helpen. En hij gaat naar zijn vader en hij zegt, ik heb iemand die op school zit en die kan ons helpen onderduiken. Waarop zijn vader zegt, wat denkt die snotneus wel, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk kan die dat niet en anders zou die om de hele wereld zullen denken, wat denk je nou wel, et cetera. Mijn vader heeft verteld dat hij toen is vreselijk gaan huilen. En mijn vader huilde niet veel en ik kan me dat ook niet zo vaak herinneren. Hij moest vreselijk huilen, want hij zag dat hij ze dan dus niet kon redden. Dus met andere woorden, mijn vader zag in 1941 al helemaal wat er aan de hand was. En 50 jaar later, 60 jaar later, nadat mijn moeder was al overleden, kon mijn vader deze man tegen, Theo Henraar, en ik was erbij. En deze ontzettend aardige man die vertelde, ik kon niet vertellen dat mijn vader alle kaarten uitte, die zat hoog bij het bevolkingsregister, en die haalde gericht kaarten uit de bak en liet ze verdwijnen. Dus hij had de hele familie Asser, inclusief dus kleine zusje van mijn vader, dus uit de kaartenbak kunnen halen. En dan waren ze dus gewoon er niet meer in 1941. Dan hadden ze dus kunnen verdwijnen ook. Onderduiken. En dan, de verraad daarna is ook een gigantisch groot geweest. Maar dan hadden ze dus wel een kans gehad. Dan zijn ze dus niet, het was het dubbel verdriet. Want het was al die jaren ook nog eens een keertje
Ja, dat was dus helemaal niet die jongen. Het was zijn vader. Die zat hoog in het verzet. Want ja, er waren ook hele erg goede mensen en hele dappere mensen. En die hebben wel hele goede dingen gedaan. Ja, dat klopt. Dat klopt. Want er zijn natuurlijk altijd mensen... Kijk, je hebt altijd de kans dan... In die tijden, als je opgepakt werd... En als een verzetstrijder, dan had je hetzelfde... Zelfde lot te wachten als iemand anders, als iemand van de Joodse afkomst of iemand van de Zigeuner afkomst. Ik denk dat daardoor heel veel mensen misschien door die angst, dat ze misschien wat terughoudend zijn geweest, dat ze hebben weggekeken. Echt terreur, hè? Het was niet zomaar angst, bedoelde. Nee, dat was terreur, echt, want je kon het zien. Mensen werden geëxecuteerd, je kon het zien, dat was gewoon, er hingen posters op, vandaag gaan we deze mensen executeren of wat dan ook. Ja, en dat, kijk, dat heeft natuurlijk wel een impact, maar alsnog, dan denk je wel eens, hè, we zijn een land, zijn onze buren, die worden zomaar weggehaald, op een gegeven moment. Ja, het is wel heel gestopt. Ja. Ja. Voor mijn ouders was het ook, mijn ouders die de eerste jaar van de oorlog, dus leek het toch allemaal redelijk te gaan, hè? Maar toen ging het snel, want mijn ouders mijn moeder heeft nog vrij veel gewerkt. Mijn vader heeft allerlei baantjes gehad in Amsterdam, van alles gedaan. En ik wil trouwens hier wel één verhaal wat ik graag recht wil zetten over mijn vader. Mijn vader is ook een traploper geworden bij de Joodse Raad. Ja. Dat was een soort baantje waarbij hij de post van de beneden naar vijf hoog, dat waren de hoogheren van de Joodse Raad die daar zaten. En mijn vader heeft dat baantje genomen om dacht van, nou weet je, dan kan ik eens even heel goed kijken hoe het hier gaat. En hij was toen al schrijver. In zijn hoofd was hij al schrijver. Dus ik ga alles opschrijven. Wat ik hier zie. En als ik het niet overleef, dan is dat in ieder geval er. En zo is hij daar. Heeft hij dat inderdaad gedaan. Dat is nooit gepubliceerd. Maar dat zou eigenlijk wel gepubliceerd moeten worden. En heeft hij van binnenuit... beschreven met zijn sarcastische pen, met zijn geinige pen ook, hoe dat er allemaal uitzag. Heeft ook tekeningen van gemaakt. En hij deed dat ook, daar was ook een andere reden, want als je daar werkte, dan, en werkte, hij was het eigenlijk een soort spion daar, dan had je recht op een sper en die sper gold ook voor jouw familie. Dus hij sperde daarmee zijn vader, moeder en zijn zusje. Dus hij had twee vliegen in één klap. Hij was spion en hij beschermde zijn familie. Maar mijn moeder, die was woedend op mijn vader, Eefje Asser van 18 jaar. Die zei, ja, ik wil niet dat je daar überhaupt niet mee te maken hebt. Je mag daar niet aan meewerken en alles nog wat. En toen heeft ze hem voor het blok gezet. Ze zei, of jij gaat het nu meteen stoppen of ik maak het uit. Nou, toen heeft hij het uitgemaakt. Toen heeft hij het gestopt. Ja. Meteen. Heeft er wel over geschreven. En het is dus niet zo wat ik heel erg vind. Schandalig. Dat zal ik hier eventjes heel nadrukkelijk zeggen. Dat het niet zo is dat Eli Asser voor de Joodse Raad heeft gewerkt en daar later zich over schaamde. Totaal. Onzin en lasterpraat. Ja, ik heb het ook gezien op die Wikipedia-pagina. Kijk, en dat is het probleem. Iedereen kan daar wat schrijven wat ze willen. Dat is ook een van de redenen waarom we beginnen. Bij elkaar om bepaalde dingen. Het is, het staat op Wikipedia en iedereen leest het. Ja. En het is lasterpraat. Ik weet ook precies wie dat allemaal daarop zet. Daar ga ik dus nu niet verder op in. Maar het staat er voor de eeuwigheid. Ja. En als ik zelf het probeer te corrigeren, ja,
dan word ik als saboteur geblokkeerd. Hmm. Dus ik vind dat Wikipedia, wie dat ook wezen mag, dit absoluut moet corrigeren. Want het staat ook op de Engelstalige en het staat in de Friestalige Wikipedia. En het wordt over de hele wereld verspreid en het is lasterpraat. Ja, en dat is het. Dat is wat zo jammer is tegenwoordig. Je hebt niet veel nodig om iemand zijn reputatie helemaal te vernietigen door een paar regeltjes ergens iets te zetten. Dat is jammer. Kijk, dat is een probleem tegenwoordig. Niemand controleert iets meer. Ze gaan nu gewoon uit. Ik lees dit en dat klopt het. Ja, nou klopt het. En dat is dus niet waar. En in dit geval is het erg, om mijn vader kan zich niet meer verdedigen en dit ook niet meer corrigeren. Ik weet dat mijn vader heel veel geprobeerd heeft om zaken recht te trekken over hem, over mijn ouders en trouwens ook over mijzelf. In ons gezin waren er heel veel problemen door de oorlog. Het feit dat wij opgroeien zonder familie maakt ons kwetsbaar. We hadden begaafde ouders, maakten een fantastisch oeuvre, maakten van alles van het leven. En hebben een bagage, ik zeg altijd, het is grenzeloos wat er is gebeurd in de Holocaust. Het gaat alle grenzen te buiten. Het is roven, moorden, stelen, het is... verkrachten, uitbuiten. Dat is allemaal mijn ouders ook allemaal overkomen. Dan kom je in een wereld terecht waarin, als je terugkomt, uit onderduik kwamen zij uiteindelijk terug. Waarbij zowel bij mijn moeder als bij mijn vader, ze aanbelden bij hun ouderlijk huis. Ouderlijk huis was natuurlijk geen ouders en geen familie meer. Allemaal vermoord. Maar daarbij mochten ze niet hun huis in. Ja, sorry hoor, wij wonen er nu. En we hebben al het geld, dat hebben we in de kachel gegooid. En nee, het servies hebben wij ook nodig, et cetera. Daar stonden zij. Zij waren dus, dat noem ik met grenzeloos, al hun grenzen overgegaan. Dus vind maar eens de normaliteit weer terug. En dat is in ons gezin waar... wij hadden dus letterlijk geen familie. Geen ooms, geen tantes, geen grootouders. Geen overgrootouders, al helemaal niet. We hadden geen roots meer. We hadden hun veilige plek waar ze ooit waren opgegroeid, was ook ontheiligd, onttakeld. En toch hebben ze er heel veel van gemaakt. Want ze hadden zoiets van vooruit kijken. Maar je kan niet leven, dat zeg ik altijd. Er is geen toekomst zonder verleden. Ja. Dus naarmate zij probeerden te leven in de toekomst, des te harder haalt het verleden je in. Ja. En het is een soort boemerang effect op het einde geweest. Maar ze hebben zo gezien de omstandigheden, hebben zij er een fantastisch, bijzonder leven van gemaakt. En natuurlijk waren hun kinderen, zeker ik was de eerste geborene. Dat was de belofte, dat was ook de toekomst. En dat projecteerden ze ook alles op. En ik kan hun niet kwalijk nemen dat zij Holocaust-overlevers zijn. Ik kan hun niet kwalijk nemen dat zij zo beschadigd waren. Dat is onzin. En daar is het leven daar nog niet zo makkelijk, want je krijgt die ballast wel meteen mee bij je geboorte. Dat is gewoon... Dat is heel vaak het probleem met een zogenaamde second generation. Die wordt eigenlijk in principe ook nog het belast van hun ouders moeten dragen. Ja. Natuurlijk. Ouders verwijten. Ik vind dat dus... je kan je ouders niet verwijten. Nee. Dat zij dat grote drama, die tragiek in hun leven, die hebben ze zelf niet, daar hebben ze niet om gevraagd. En dat ze daar niet mee konden dealen. Nou ja, daar valt ook niet mee te dealen. Het is gewoon verschrikkelijk.
Maar dus, helaas is dat een groot probleem met Holocaust-overlevenden, dat ze dat soort survivor skills eigenlijk hebben. Dat ze, waarom leef ik nog? Waarom niet? En dat kan ik begrijpen aan de ene kant, aan de andere kant, maar het is toch jouw fout niet? Hè? Niemand heeft jou aangedaan, niet andersom. Ja, mijn moeder was er altijd heel stellig in. Die zei altijd, de liefste mensen hebben het niet overleefd. Waarbij ik dan dacht, oh, dan vind je jezelf dus niet zo lief. Nee, want dat vond ze ook niet, want zij heeft nog... Terwijl mijn moeder is vreselijk dapper in de orde geweest, want dat heeft ze ook nooit... Kijk, iedereen was opeens een verzetsheld na de oorlog en het hoor je nog. Maar de mensen die echt dapper zijn geweest, die hoor je daar niet over. Ja. En mijn moeder heeft onder andere in die crash, de beroemde crash aan de overkant van de Schouwburg. Ja. Heeft mijn moeder, daar gaf zij handwerkles. En onder die dekmantel heeft ze allemaal van die kleine kinderen in haar boodschappentas. Ze was handwerkjuf. Die deed ze dus, daar deed ze al haar bolletjes wol. En ik heb het pas later ontdekt hoor. Bolletjes wol en alles erop. En dan fietste zij zo'n baby weg. En die gaf zij door aan het verzet. En zulke dingen heeft mijn moeder... Mijn moeder heeft vreselijk veel gedaan om kinderen te helpen en te redden. Zover ze dat kon. Ze was ook pas 18 jaar. Totdat het verzet zei... Ja, wij willen dat niet hebben dat jij dat doet. Want jij ziet het er Joods uit. Dus moet je voorstellen, het was niet... Zij bracht zichzelf niet in gevaar, maar anderen. En dat vond ze heel erg. En sindsdien ging ze haar haar ook met waterstofperoxide doen. Ja. Dus toen ging ze zich eigenlijk veranderen. Om te proberen om nog te helpen. Maar ze heeft uiteindelijk nauwelijks zichzelf kunnen redden. Echt, het is op een randje geweest. Schrikkelijke verhalen zijn dat. Verraad, vreselijk. Ja. Als je kijkt dat 75% van de Nederlandse Joden, dat ze allemaal vermoord in principe tijdens de Holocaust. Ik heb af en toe een debat, een discussie met mensen daar, die zijn omgekomen, zijn omgekomen, zijn vermoord. Okay? Omkomen, als ik oversteek op straat en ik word aangereden door auto en ik sterf, dan ben ik ook, als je vermoord wordt, ben je vermoord. Dus, daar zijn andere woorden voor. Het is een industriële moord. Precies. Gewoon moordmachines, moordfabrieken. Ja. Ja. Dat is onvoorstelbaar. Maar ik heb eens begrepen dat je moeder na de oorlog heeft ze eigenlijk in principe een rol opgenomen als huisvrouw. En dat ze jouw vader veel heeft ondersteund met... Nou ja, wat ik zei, niet zo literair als mijn vader. Ja. Dus je moet het zo zien... na de oorlog, ze hebben 2,5 jaar zonder elkaar ondergedoken gezeten trouwens, dat was ook een heel drama. En daar hebben ze brieven aan elkaar geschreven. Die brieven heb ik met mijn vader uiteindelijk na de dood van mijn moeder, allemaal verkruimelde brieven, hebben we een boek van samengesteld, dat heet Alles is meegenomen. Dat zou eigenlijk ook echt weer uitgegeven moeten worden, dat is heel aangrijpend. De briefwisseling in die 2,5 jaar tussen die twee mensen die ondergedoken zaten. En daarna, op een gegeven moment, dat is ook wel een verhaal dat ik ook altijd denk van waarom is dat, dat is een film. Op een gegeven moment kreeg mijn vader er door het via geruchten van het verzet dat mijn moeder in paniek was en dat mijn moeder in gevaar was. Mijn moeder was verkracht op het onderduikadres. En dat wilde ze natuurlijk niet dat mijn vader dat zou weten. Dus dat heeft ze heel. Dus, maar hij voelde dat er. Dat is, in Friesland is hij opgestapt. Hij vond het wel welletjes. Het was wel na Dolle Dinsdag. Hij vond het wel welletjes. En hij is opgestapt. En moet je voorstellen: een Joodse jongen zonder niks. Hij heeft ook niks meegenomen. En hij is van Friesland naar Utrecht gelopen. Hoe hij dat heeft gedaan, weet niemand. Ja. Want hij heeft het ook niet opgeschreven, want dan was hij weer een gevaar voor. Dus hij heeft niets meegenomen, hij heeft niets geschreven. Maar hij heeft mijn moeder in de onderduik, via het verzet, in het Woerdense verlaat, heeft hij haar mijn moeder gevonden. En toen hebben ze besloten, wat er ook gebeurt, maar we gaan niet meer uit elkaar. Dus het laatste stukje van de oorlog hebben ze samen. En dan werden ze weggestuurd. Omdat ze niet getrouwd waren, wat ze niet allemaal mee hebben gemaakt. Ze hebben geprobeerd om de Waal over te zwemmen. Maar ze hebben het overleefd.
En nou goed, en toen kwam dus het drama toen ze terugkwamen in Amsterdam, dat er dus niemand meer was. Ook ja. al hun vrienden niet, hè? Want dat is ook zoiets. Die leeftijd, voor als je tussen je 18e en je 22, 17, 22. Ja, dat zijn het belangrijkste zijn eigenlijk je vrienden, toch? Ja, precies. Die waren ook allemaal vermoord. De beste ja. vrienden, allemaal vermoord. Dus heel weinig mensen meer terug. En toen zijn ze dus getrouwd, ook in dat najaar van 45. Maar mijn moeder, ik kan niet anders zeggen dat mijn moeder minstens zo goed kan schrijven als mijn vader. Maar één ging er schrijven en de ander ging lezen. En mijn vader heeft nooit iets gepubliceerd zonder dat mijn moeder dat eerst gecorrigeerd heeft. Mijn moeder was muzikaal, literair. Dus het was een team. Zij was zijn muze. En mijn moeder was dan wel huisvrouw en een hele goeie ook nog eens een keertje. Ze werkte zich helemaal uit de naad. Ze kon ook nog prachtige dingen naaien, want daar heeft ze wel voor doorgeleerd. Ze maakte alles, ze kon heel veel maken. Ook heel goed theaterkostuums. Daar heeft mijn zus uitermate van geprofiteerd. Zij maakte fantastische dingen, want dat vond ze het allerleukst. Als het krankzinnige dingen. Als mijn kinderen een zwarte pietenpak nodig hadden, nou dan hadden ze toch een zwarte pietenpak. Dat had niemand hoor. Ja, ja. Of als je een cape nodig had om te kunnen vliegen, zoals mijn jongste zoontje toen. Nou, die had een cape. Nou ja, ik denk dat hij echt dacht dat hij van het dak kon vliegen. Batman. Ja, ja. Dat zulke dingen kon mijn moeder maken. En die kon dus met haar handen veel. Ze maakte het huishouden, ze maakte van niks iets. Ik weet dat noemde zij klatsje. En kon altijd van. We hadden vroeger niet. Hadden in het begin zeker niet goed. Vlees was bijzonder. Maar zij maakte van alles, ragoutjes en de meest heerlijke dingen. Maar als mijn vader zei dat er gelezen moest worden, hup, alles uit de handen laat vallen, letterlijk. En dan werd er gelezen en dan waren de kinderen bestonden ook even niet. Ja. Dat is natuurlijk wel zo. Dus dan bestonden de kinderen niet. En ja, nou ja, dat wist je. Dus je hield je mond. Ik wel, tenminste. En ik had altijd ook nog ideeën. Dus ik was altijd heel trots op mijn vader toen ik heel klein was al mijn ideeën gebruikte. En dus ik dacht heel gauw mee en dat werd wel geapprecieerd. Dat wil zeggen, het werd nooit. In die zin werd het gewaardeerd, maar er werd nooit gezegd, het is een idee van Joosje. Zo was het nou ook weer niet. Ja. Het was altijd zijn idee. En dat had hij ook van mijn moeder. Hij had mijn moeder, ja, eigenlijk had hij al overal kunnen zeggen, geschreven door Eefje en Eli Asser. Okay. Vader heeft waanzinnig veel geschreven. Het is zo een oeuvre, waanzinnig veel. En het begon al heel gauw een succes te worden. Het eerste succes, dat ben ik. Ik zit hier. Maar het was het dagboek van een baby, Vaselientje. En dat was zijn eerste succes. En dat was mijn babydagboek, ja. Wat mijn moeder begonnen is te schrijven. En dat is een heel succesvol boekje geworden. En in die tijd werd hij ook heel bekend met radiowerk, Mimosa. Ja. Zaterdagavond. En ik ben dus eigenlijk opgegroeid in dat ik zelf was ik al, toen ik 2 was, was ik een soort, ik was een beroemdheid. Ik kon nog nauwelijks lopen, zou ik maar zeggen. Maar ik werd dus altijd, daar heb je Vaselientje. En dan zei ik, nee, Vaselientje. Nee, dat is een boekje, Joosje. Dat is Joosje. En dan moest ik iedereen corrigeren dat ik, dus zo klein als ik was. En dan moest mijn moeder vreselijk lachen dat ik dat deed. Eigenlijk is dat niet zo goed voor een kind van 2. Want een kind van 2 is, die vindt zichzelf heel belangrijk. Ik zie dat nu aan mijn kleinkinderen. Ik ben, hè? Dat is wat je dus raakt. Maar ik heb me daar aardig doorheen geslagen. En het Vaselientje boekje is nog steeds een heel schattig boekje. En nou ja, mijn vader is gaan schrijven, boeken, radio, later ook pionier van het, zowel eigenlijk beste radio na de oorlog, best wel groot gemaakt. En er was nog geen televisie, of Eli was ook meteen betrokken bij de televisie. Mm-hmm. Heel veel geschreven voor televisie en een van
succes, wat iedereen kent, dat is dan het schaap met de vijf poten. Dat komt echt uit zijn koker. En dat ga ik ook even corrigeren. Er is niemand anders die het schaap met de vijf poten bedacht heeft. Er is een of andere producent die houdt vol dat hij dat heeft zelf bedacht. Nee, nou, echt niet. Eli Asser heeft het schaap met de vijf poten bedacht. Hoe ging dat? Hij bedacht eigenlijk... in feite is het schaap met de vijf poten Jiddisch. Maar ja, Jiddisch is niet van in die tijd. Dus werd het Jordanees. Maar als je goed luistert, dan hoor je wel de traan. Het is niet alleen maar lachen. Het is altijd met een boodschap en er zit wel degelijk een traan onder. Ik zeg altijd, Eli Asser is de Woody Allen van Nederland. Er zit een traan altijd in. Waarom was het zo'n succes? Het is geen plat Jordanees café. Er zit weemoed in. En dat hing om mijn vader altijd heen. Er zaten dus in die grappen, zat altijd een beetje, je voelde de pijn ook. Als je hem wil horen. En als je hem niet hoort, dan is het er toch. Dan kwamen de liedjes. Mijn vader kan alleen maar liedjes schrijven. En dan heb dat zelf ook. Die komen binnen met muziek. Dus wat deed hij? Hij zette de liedjes op band. Weliswaar soms bestaande muziek. Of hij zong ze. En hij zong ze altijd in. En die liedjes, drie per week, zong hij in. En dat ging naar Harry Banning. En Harry, die was waanzinnig goed om snel dat om te zetten. En dat was echt een fantastische combinatie, die twee. Maar het is wel zo dat het heeft mijn vader verschrikkelijk veel pijn gedaan. Dat altijd aan zijn stoelpoten voor de oorlog, in de oorlog, maar ook na de oorlog werd gezaagd. En ik herken het heel goed, want ik heb deze probleem zelf ook in extreme mate. Het schaap met de vijf poten is nadat mijn moeder overleed, werd ik directeur van de Asser BV. Maar daar waren te veel kapers op de kust. Die hebben mij met z'n allen er... ik heb nog nooit zoveel ellende meegemaakt, hoe ik daar uitgewerkt ben. En tegelijkertijd kwamen figuren als Job Goschalk. Nou, die zagen het wel zitten om nog een keertje het schaap te doen. En die hebben mijn vader vreselijk onder druk gezet. En uiteindelijk is het schaap van andere mensen geworden. En ik kan me nog herinneren dat er zelfs mensen zeiden, nou, dat schrijven wij beter. Hoe kan je zeggen dat als iets van iemand is, hoe kan jij zeggen dat de Vincent van Gogh de zonnebloemen schildert en dat jij die zelf beter kan schilderen? Zo moet je het zien. Ja. Dat is gebeurd. Uiteindelijk zei mijn vader, ik durf er niet meer naar te kijken. Ik ben er bang van en heeft ook niet meer de televisie aangezet. En uiteindelijk kwam er uit wat een vies, vuil, goor spel er is gespeeld daar. Want er waren letterlijk nergens vies van. En dit is wat er in Nederland is. Dit is wat er in Nederland gebeurt. En ik moet zeggen, dit is ook iets wat mij op dit moment gebeurt. Dus dat is niet zo best. Ik denk altijd, door het feit dat je een bevolking hebt weggepest, weggekeken, laten vermoorden, na de oorlog dat niet hebt willen toegeven, en dat daardoor het nog steeds eigenlijk het geweten, het is niet gecorrigeerd. Nog steeds wordt er ruzie gemaakt over de schilderijen die geroofd zijn. Nog steeds huizen niet teruggegeven. Laat staan dat de bedrijven die leeggehaald zijn, ook dat geldt ook voor mijn familie, die zijn leeggehaald, de mensen zijn weggehaald, ze hebben de bedrijven helemaal geannexeerd.
geconfiskeerd, geannexeerd en het is niets is daar meer van teruggekomen. En we maken wel excuses, maar het zijn wel holle excuses, zolang ik het geld niet terug heb gekregen van wat er toen gestolen is. En ik ook niet eens een WUF-uitkering krijg. Dat heet een WUF is dan een uitkering die voor oorlogsslachtoffers en een generatie daarna. Ja, dat is niet meer nodig. Waarvan ik weet dat er misbruik van gemaakt wordt door hele rijke mensen die veel ouder zijn, veel jonger zijn dan ik, veel jonger. Die uitkeringen hebben van 40.000 euro per jaar. Ik ben keihard in mijn verhaal. En miljonair zijn, multimiljonair. Waarbij er andere mensen, die zelfs nog eerste generatie, baby's dus die waren baby's, weggegeven kinderen, het heel slecht hebben en helemaal geen uitkering. Want die zijn zo bescheiden en kunnen niet voor zichzelf vechten. Ja. En ja, ik ben niet op mijn mondje gevallen, zoals je merkt. Dus ik trek het heel vaak. Ik kan niet tegen onrecht. Nee, maar dat is ook goed dat je dat gevoel hebt dat je niet tegen onrecht. Dat is ook vrij normaal. Maar ik weet wat je doet en ik ken het wel. Ik heb ook eens gesproken met een Eddie Boas, ook een overlevende. Die was geboren aan het begin van de oorlog en heeft Bergen-Belsen overleefd. Maar hij heeft hetzelfde verhaal, zegt hij. Zijn ouders zijn vertrokken uit Nederland. Die zijn naar Australië. Ja. Hebben jouw ouders daar wel eens aan gedacht? Misschien ja, mijn ouders zeker. Ik denk ook aan mijn ouders toen na de oorlog kwam er dus één. Tante van mijn, dat is de zus van mijn oma, waar mijn moeder een bloedhekel aan had. Die zei, ja, ik heb niemand meer. Nou had ze die voor de oorlog ook al niet. Maar die heeft zich eigenlijk aan mijn ouders opgedrongen. En het was zo dat mijn vader eigenlijk zei van, ja, we moeten toch wel zorgen voor dat enige familielid wat er dan nog is. Die heeft eigenlijk bepaald dat mijn ouders niet naar Israël wilden zij niet meer na de oorlog. Zij waren hun geloof en het sionisme waren ze kwijtgeraakt. Zij wilden heel graag naar Amerika. Ik denk dat mijn vader daar ook heel erg goed had gedaan. Ja, dat denk ik ook. Zij zijn hier gebleven voor deze tante die een uitermate dubieuze rol in ons gezin heeft gespeeld. En bleek ook in de oorlog ook een hele nare rol gespeeld te hebben. Wederom bij de Joodse Raad. Ik kom altijd bij de Joodse Raad, omdat ik dus zelf daar helemaal gefascineerd ben, doordat ik er mee aan het werken ben. Ik merk dat in een zekere zin l'histoire se répète, geschiedenis herhaalt zich. Want er ontstaat hier een hetze bij het produceren van de Joodse Raad serie. Waarbij ik dus zelf ben buitengesloten uit mijn eigen project als indringer, terwijl ik de initiatiefnemer ben van dit project. En ik ga er verder niet op in, maar die hetze, die ontstaat heel erg snel. Ten opzichte ook, dat gebeurde ook bij mijn ouders. En dan opeens komt toch dat antisemitische van. Wat ik naar mijn hoofd kreeg was dat als Joden ruzie gaan maken over geld. Dat ging dus zo. Pardon? Ja, ik moest ervan huilen hoor. Met andere woorden. Dus ik ben Joods, dus ik maak ruzie over geld, dus ik ben een Jodin, dus ik ben een geldwolf. Oh, en dit is net gebeurd. Dit speelt nu. Ik geef dit voorbeeld omdat deze houding, daar doet dus een heel team mee. Ik heb dat met die mensen 2,5 jaar gewerkt. Mensen doen dat gewoon heel makkelijk. Zeggen die dingen, denken ook die dingen.
Zij functioneren nog steeds vanuit. Het antisemitisme is echt niet weg. En ik neem de kans nu waar, omdat mezelf hiermee. Maar er zijn mensen om me heen die merken dus hoe ver het kan gaan. En het kan zomaar weer zo ver komen. Ik ben ervan overtuigd dat we dus, wat ik begon daarmee, we leren niet van de geschiedenis. Nee, precies. En je hebt volkomen gelijk, antisemitisme is niet weg, is nooit weg geweest. Dus het is alleen een beetje veranderd. Het kleedt zich beter aan tegenwoordig. Misschien het ziet er meer vrolijker uit op een gegeven moment, maar het is nooit weg geweest. Het wordt alleen erger. Dat is ik zie dat probleem. Dat is niet alleen in Nederland, dat is globaal. Ja, we zien het over de hele wereld. Ja. Ja. En wat ik ook denk, kijk, heel bazaal. En je kan maar beter pesten dan gepest worden. En dus je zorgt dat je niet lieert met degene die gepest wordt. Dus dan ga je mee pesten. Ja. Of wegkijken, in het minst erge geval kijk je weg. Maar wat ik nu de laatste tijd naar mijn hoofd heb gekregen, wat totaal niet met mijn persoon strookt, is wat ik meemaak is nu een hetze. En hetze is datgene waar het mee begon. De mensen zwart maken, de mensen demoniseren. Dat is wat ik dus meemaak zelf. Maar mijn ouders ook. Mijn ouders werden gedemoniseerd. Mijn vader was schrijver, maar hij werd een bepaalde persoon, ik ga ze hier niet met naam noemen, geweigerd op het boekenbal. Dus mijn ouders die van niks komen en zelf altijd zo feesten op het boekenbal. Nee, daar konden deze personen niet tegen. Als mijn ouders op het boekenbal aanwezig waren. Zelf zijn ze geen schrijvers. Ze noemen zich schrijver, iedereen kan zich schrijver noemen. Maar zijn geen schrijvers. Het is gewoon schande dat Nederland heeft toegelaten, en dat is een klein detail, dat mijn ouders geweigerd werden op het boekenbal vanaf de jaren 70. Want mijn vader schrijver is van het Schaap van de Vijf Poten. Waarschijnlijk een van de bekendste Nederlandse schrijvers eigenlijk. Ja, dit is noem ik hetsen. Ja. Dit is noem ik hetsen. Dit heb ik aangekaart bij mensen die kaarten verzorgen. Mijn ouders mochten niet meer op het boekenbal verschijnen. Hmm. Dan denk ik, was dat soms antisemitisme? Ja, dat was het begin van antisemitisme. Namelijk mensen buitensluiten uit hun eigen kring is het begin van antisemitisme. Ja. En ik ben daar best wel geëmotioneerd nu, omdat ik dit vertel. Omdat ik eigenlijk deze soort dingen in deze context en zo achter elkaar eigenlijk nog nooit zo verteld heb, Dirk. Maar dit is wel wat me de laatste tijd bezig houdt. Maar het is belangrijk dat je dit vertelt. Dat mag verteld worden. Dat is vrij simpel. En nu is het ook zo dat, ik moet ook nog zeggen, dat het oeuvre van Eli Asser-oeuvre, het Asser-oeuvre, is door dezezelfde mensen uit het huis van Eli Asser gehaald. En weggebracht naar beeld en geluid en literair museum. Daar hebben ze dat zonder toestemming van mijn vader afgegeven. Het Asser-oeuvre ligt nu aan Vlaarden. Want een deel heb ik wel zelf nog na de dood van mijn vader. Maar het Asser-oeuvre is dus nu aan Vlaarden. Het is Joods cultureel erfgoed. Er wordt werkelijk zo schandalig omgegaan met de nalatenschap, cultureel, het is echt Joods cultureel erfgoed. Daar wordt nu, er is geen uitgever die het werk van mijn vader wil uitgeven. Er is geen toneelgezelschap dat het werk van mijn vader wil spelen. Ik maak mee dat, gelukkig zijn de uitzonderingen, er zijn uitzonderingen. Maar er is een boycott, er is sabotage, er wordt
De deuren sluiten zich in plaats van dat de deuren zich openen. En ik moet vechten voor dat de naam Eli Asser niet definitief verdwijnt. Want dat is wel het doel, nogmaals, van dezelfde mensen die de boel hebben weggehaald uit het huis van mijn vader. Ja, als ik dan een beetje kan helpen om de naam Eli Asser in het geheugen te laten, dan doe ik dat heel, heel graag. En, want, ja, ik heb van zijn werk genoten als klein kind. Ik zag wel pas later, ik ben geboren. Ja, je bent ook, ja. Ik ben een jong bloempje. Maar, ja. Maar de oorlog heeft, ondanks dat ik ben de 68, ben ik geboren, maar de oorlog heeft toch een impact ook erbij gehad. Omdat ik heb ook, mensen zijn ook kwijtgeraakt en het heeft ook verder gespeeld dan mij. Maar ik vind, het is een fascinerend verhaal, Joosje. Ik ben zo dankbaar dat je dat hebt willen vertellen. Nou, dat ik niet al te, strijdbaar over ben gekomen. Nee, maar het is jouw verhaal, Joosje. Het is eerlijk gezegd vooral een groot verdriet. Ja, ja. Kijk, het probleem tegenwoordig, dat is één ding wat de mens minder wil horen dan leugen, dat is de waarheid. Als de waarheid verteld wordt vaak gezegd, oh nee, dat wil ik niet naar luisteren. Die doet pijn. Die doet pijn. Ja, er is één ding, kan ik voor mezelf zeggen. Ik heb misschien heel veel kwalijke eigenschappen, maar ik kan niet liegen. Ja. En dat is ook, dat gaat mij niet goed af. Dus ik heb nu ook eerlijk verteld hoe het is. En dat is misschien dan wel een beetje te eerlijk, maar het is wel wat het is. Ja, kijk. Voor mij bestaat niet zoiets als te eerlijk. Het is gewoon eerlijk of het is eerlijk of niet eerlijk. Er zit niks tussen. Dus, ik ben bezig zelf. Wil ik schrijven over de waarheid. Want de waarheid is natuurlijk, dat is heel erg diffuus. Ja. En dan als ik daar literatuur over zoek, dan kom ik heel veel in Oost-Europa terecht, in Rusland. Nou, dan komen we terug op wat er nu aan de hand is. En over dat mensen die dus gewoon alleen maar de waarheid willen vertellen, die zitten gewoon hun hele leven in Siberië opgesloten. Of die komen er even uit. En dat is dus echt waar. Ik heb bedreigingen gekregen omdat ik de waarheid vertelde. Door mijn blogs. Vanuit Oost-Europa. Mensen hebben mij bedreigd. Dus dat hele geschiedenisrevisie, wat zich tegenwoordig als dat is mijn grootste angst eigenlijk. Ik zou jou zeggen dat ik nu, wat ik heb nu verteld vandaag, ik ben gedreigd door de advocaat dat als ik zou vertellen wat er aan de hand was, dan gaan ze mij dus nu, ik heb nu gedaan waar ik voor gedreigd word, door een hele grote, dikke advocaat. Als ik de waarheid zou vertellen, dan krijg ik een miljoenen claim om mijn schouders. Nou, ik heb de miljoenen niet, dus daarom voel ik me niet zo bedreigd. Ja, ja. Maar het is wel zo dat hij op papier staat. Oké. Maar kijk, ik denk werkelijk dat ze het eigenlijk in principe niet kunnen doen, want je vertelt de waarheid. Ik vertel de waarheid. Ja. En ik kan zeggen dat ik de waarheid niet mag vertellen. En dat ik zwijgplicht moet hebben en alles nog wat. Maar dat werkt dus niet bij mij. Dus dat hebben ze me geprobeerd op te leggen. Zwijgplicht werkt bij mij aangezien. Ja, precies. En dat is mooi, vind ik. aan één kant. Nou, nogmaals bedankt. Wie weet. Ik hoop dat we nog iets een keer kunnen maken met het werk zelf. Ja. Ja. Met de liedjes. En dat zou leuk zijn om. Het zijn zulke leuke liedjes en er zijn zulke leuke gedichten en limericks en dat zou ik misschien als vervolg kunnen zijn
dat we iets maken met dat ik de boeken erbij neem en ja, dat we zeker gaan voorlezen. Is dat een idee? Zeer zeker. En dan, je zegt Limerick, ik woon in Limerick, dus dat komt er ook mooi uit voor mij dan, of niet? Ja. Dus ja, nee, dat doen we, zeer zeker. Dus, Oké, nou hartelijk bedankt Dirk. Tot gauw. Tot gauw. Ja, dag.